Het is er niet. Maar vroeger zat er 25 cent statiegeld op. Ja, dan kon je flesjes gaan verzamelen. Maar nu niet. Ja. Dan ligt het daar. Vanaf 2021 zal het gebruik van wegwerpplastic aan banden worden gelegd. Om zo de afvalproductie te verkleinen. Maar volgens sommigen kan de aanpak nog beter. Amsterdammer Reinder Rustema pleit met zijn petitie zelfs voor statiegeld op al het afval. Iets wat heel goed werkt en wat bewezen is dat heel goed werkt, is het statiegeld. Want dan gaat het altijd terug en dan ben je er vanaf. Volgens hem draagt het invoeren van statiegeld ook bij aan het verduurzamen van verpakkingen. En als je statiegeld heft op alles, dan komt bij de fabrikant alles wat ze verkopen als een boemerang weer terug. Ja, dan moeten ze nadenken van, wacht even, misschien moeten we toch anders gaan ontwerpen. Want we hadden het ontworpen om afval te laten worden. Maar als het weer bij ons terugkomt, nou, dan moeten we het misschien anders ontwerpen. Zodat dat weer opnieuw verkocht kan worden. Beter gerecycled kan worden. Ook andere Amsterdammers zien het afval in de stad als een probleem. Wel zonde eigenlijk, want het is toch een ruimte die je met z'n allen delen. Dus ik denk wel dat het goed is dat iedereen als ze ergens zijn geweest het netjes achterlaten. Zeker omdat iedereen ook in een kleine ruimte woont en dit toch je achtertuin is eigenlijk. Statiegeld op verpakkingen kan volgens hen daarom best een goede oplossing zijn. Volgens mij in Duitsland hebben ze dat wel. En daar werkt het wel, want je levert er toch in. Ja, anders gooi je het weg. Ja, ik wil dat dat helpt. Ik vind het een goed idee. Op het moment dat er statiegeld op zit, dan gaan mensen gewoon heel bewust ermee om. Maar dan kost het geld, je betaalt er van tevoren voor. En bij terugbrengen krijg je geld ervoor terug. Dus ik denk dat er dan wel weer iets op stand, ja, er zal iets gaan gebeuren. Volgens Rustema kan de gemeente helpen bij een stap richting de oplossing van het afvalprobleem. Stel dat er nu 1 miljoen Europeanen een handtekening voor zetten, dan moet de commissie komen met een reactie erop. En als de gemeente Amsterdam nou het initiatief neemt en de inwoners oproept om de petitie te ondertekenen, samen met nog wat andere gemeenten in heel Europa waar ze vast wel contact mee hebben, dan zitten we zo aan die miljoen.